Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Hansgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 29 hier in Qatar. Heb je die vorige video in Japan gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het i'tje. Klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag een video. Vorige week zondag helaas niet een video geüpload. Ik kwam helaas tijd tekort. Dus dan maar een video minder. Kijken we wat er aan zit te komen van de updates. Hadden voldoende research en development punten over van de vorige wedstrijd. En zijn dus niet meer laatste. Dat is goed om te zien. Komen een aantal flinke updates binnen. Dat moet de auto alleen maar sterker en sterker zien te maken. En alle updates zijn binnengekomen, jazeker. Goed gedaan, hebben ook heel veel research en development punten weer binnengehaald. En staan dus nu een aantal plekken omhoog. Dat is goed om te zien. Kijk wat we kunnen nog doen aan updates. Welke wij nog kunnen gaan binnenhalen. En anders moeten we het gewoon de volgende race weer kijken wat we dan kunnen gaan doen. We hebben eigenlijk te weinig resorts en development punten over. Dus we kunnen helaas niks updaten. Dat moet dus helaas wachten tot de volgende race. Alhoewel, we hebben nog eentje kunnen gaan kopen van de powertrain. Dat is goed om te zien. Dus er komt nog een update binnen voor de volgende wedstrijd. En ja, dan is het tijd voor de kwalificatie. Kijken wat we dan kunnen gaan doen. Laten we gewoon beginnen voor aflevering nummer 29. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of we ook kunnen doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel in Qatar op dit snelle circuit. Ook benieuwd wat Mark Webber kan gaan doen. Aankomen eerste bocht. Gaat niet zo lekker. Stuurde daar iets te vroeg in. Moesten daar even corrigeren. Kom aan bij het snelle gedeelte van de baan. Klein momentje overstuur op de curbstone. En dan komen we aan bij het einde van mijn eerste run in Q1. Terwijl Verstappen even de snelste tijd laat noteren. Daar gaan we te wijd. En DRS dus weer geopend. En dat is op dit moment een negende positie. Met een 1.25.5. Kom aan bij het einde van Q1. Als wij onze tweede ronde gaan starten. We maken daar al gelijk 3/10 goed op onze eigen tijd. En laat een paars in sector 1 noteren. We hebben daar wel rijders voor ons. Nog ongeveer 30 seconden op de klok. Daar helaas wat te wijd. Toch nog wat tijd goed gemaakt. En nog 10 seconden op de klok. Wij zijn doorverwezen naar een 21ste positie. En zijn al gelijk bijna 1,6 seconden sneller gegaan dan onze vorige tijd. Hamilton naar de snelste tijd gegaan. En wij laten in Q1 een P7 noteren. Goed gedaan. We zijn aanbeland bij Q2 met nog ongeveer 1 minuut op de klok. Gaan het bij 1 run houden. Om te zorgen dat wij een setje softbanden uitsparen voor de race.
en de vlag hangt uit in Q2. DRS geopend. En dat is... een 8e tijd. Goed gedaan, door naar het laatste kwalificatiedeel. Zijn we dus ook aanbeland. We hebben Lando Norris achter ons, die wil ook een snelle ronde starten. Maar dat laten wij niet toe. En nog ongeveer een minuut op de klok. Daar wat te wijd. Vlag hangt over 15 seconden uit. DRS is weer ingeschakeld. Max op pole position. En wij laten een 5e tijd noteren. Sorry, dat was Piastri die ons voorbij wou. En wij gaan van ons gas af. En dat betekent dat Max Verstappen op pole position staat. Lewis Hamilton met een 5 plekken straf naar P2. Perez 3. En wij dus op een P6. Goed gedaan. En dus op naar de sprint. Forget pit stops, forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here as we get ready for today's sprint. Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Leclerc, Russell, the Professor, Oscar Piastri, Sainz, Norris, Stroll, Webber, Gasly, Magnussen, Ocon, Albon, Tsunoda, Richard Vasseur, Bottas, Hülkenberg, Joe, Sergeant, and Nyck de Vries. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Joined once again by Anthony Davidson for this one. Ant, there's a lot of incidents on track recently for this driver. No one does that on purpose. It is part and parcel of racing, though. Certainly confidence is an important factor. And every time you're involved in an incident, it's not just the car you damage, but that confidence as well. But all the top racing drivers are able to tune that out when the race gets underway and focus on the job at hand. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Nou, dat momentum moeten we dus meenemen in deze wedstrijd. Punten pakken is dus het doel voor de sprint. Gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. In deze 7 ronde lange race. Wij vertrekken dus vanaf een 6e positie. Op die zachte band Leclerc besloot om op de medium band te starten. We aanbeland bij het einde van de formatieronde. Dan gaan we nu naar onze grid positie. En komen er keurig in. En dan gaan we gewoon beginnen voor de sprint hier in Qatar. Aflevering nummer 29 gaat dus zometeen van start als iedereen op zijn positie is aanbeland en de lampen aangaan voor de grote prijs. En die gaan natuurlijk ook aan en we gaan dus beginnen voor de sprint. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Beter dan Charles Leclerc en ook beter dan Perez. Naar P3 aan de buitenkant kijken bij Lewis Hamilton. En dat lukt. Jazeker. P2 is in handen op naar Verstappen. Wat kunnen we bij hem doen? We hebben hier de overtakeknop. Maar Max rijdt al wat weg van ons.
Lewis Hamilton zet gelijk weer druk en daar gaan we wat te wijd. Kunnen wel naar Verstappen toe remmen, maar hebben hier een slechte exit. En Verstappen rijdt al helemaal weg. Gat is ongeveer 15e. Kunnen wel bijblijven dankzij de slipstream. En DRS is ingeschakeld door Race Director. Klein momentje op de exit, daar wat te wijd. Max op 14e. En kunnen wij hem ook echt gaan aanvallen voor de race-overwinning in de sprint? Daar helaas flink te wijd. En hier nemen we die bocht niet goed. Max rijdt daardoor weer weg van ons. Gat is 17e. Achter ons rijdt Lewis Hamilton. Gat is 16e. Hebben we het lastig met de zachte band. 500 brandstof aan boord, zegt de ingenieur. Ronde nummer 4 en Verstappen begint al weg te rijden. Gat is 18 en daar maken we een hele cruciale fout. Door op het grind te gaan, duwen Hamilton daar naar buiten. Max is nu al 1,8 seconden weggereden en hij gaat denk ik ook de overwinning pakken in de sprint. Nu moeten wij even Lewis Hamilton zien af te stoppen. Die heeft een grip penalty voor de hoofdrace. Kijk daar naar de binnenkant. Lukt niet, wordt daar geblokkeerd. Dan naar de buitenkant kijken. Leclerc kijkt ook mee. En hier driedek, want Perez zit er ook aan die buitenkant. Maar wij remmen als laatste van de vier. En pakken Hamilton weer terug in de eerste bocht. Goed gedaan. Gat naar Verstappen is inmiddels opgelopen tot 4 seconden. Hamilton kijkt daar naar de buitenkant. Lukt niet. Hebben nog 3 rondes brandstof aan boord. Op de exit probeerde Lewis het daar, maar verloor daar de tractie. Zitten in ronde nummer 6 van de race. Als dit keer Charles Leclerc naar ons is toegereden en valt aan voor P2... Is er voorbij, maar wij kunnen laat remmen bij de eerste bocht. Leclerc kan terugkruisen hier aan de buitenkant. Maar die binnenste knik is voor ons. Gat naar Max is inmiddels 7,7 seconden. Leclerc naar de binnenkant lukt niet. Hamilton en Leclerc dit keer knokken voor P3. En nog 1 ronde te gaan in de race. Eindronde nummer 6. Lewis Hamilton kan hier achterlangs terugkruisen en is er voorbij voor P2. Maar wij hebben hier de overtake en de slipstream. Lewis heeft de DRS, die wij niet hebben. Ook Leclerc zit te kijken voor P3. En we vallen Lewis daar aan de binnenkant. Goed gedaan. Kan niet terugkruisen, gelukkig. Zo pakken wij P2 weer af van de 7-voudig wereldkampioen. En Max gaat hier de sprint winnen. Gat is inmiddels 12,1 seconden. Hamilton op P3 aan de binnenkant lukt niet. Wou daar kijken, maar er was geen ruimte. En Max heeft de sprint gewonnen. Wij komen mooi als tweede over de finishvlag. Gaan dus ook vanaf P2 vertrekken. Lewis met die gridstraf. Kijken wat hij kan doen tijdens de hoofdrace. Een prima resultaat in de sprint. 7 punten erbij. Goed gedaan. Pakken de beide Mercedesen en Leclerc. En krijgen driver of the day van de fans. Max dus winnaar van de sprint. Wij dus op P2. Hamilton 3, Leclerc 4, Perez 5, Russell 6 en Sainz 7. Oscar Piastri pakt dat laatste punt voor McLaren. We hebben op P12. En geen uitvallers. Klassement. Zesde nog steeds, maar komen dichter bij Perez en Leclerc. Maar goed, nu is het op naar de hoofdrace en kijken wat we dan kunnen gaan doen vanaf die tweede positie. Daar gaan we dan. Welcome to Liceo International Circuit, still making its history in the early stages of its period on the Formula One calendar. It's time for the Qatar Grand Prix. The
LaSalle International was built for two wheels, but today we race on four. It's a fast, flowing track, 3.3 miles, 16 turns, just the one DRS zone, but it is a long straight, and you can expect overtaking. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position. And the Professor completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Leclerc, Perez, Russell, Sainz, Oscar Piastri, Norris, Gasly, Webber, Ocon, Albon, Magnussen, Tsunoda, Richard Vasseur, Hamilton, Sargeant, Stroll, Joe, Hülkenberg, De Vries, and Valtteri Bottas begins the race from the back of the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Nou, dan zijn we ook inmiddels aanbeland bij de grid voor de hoofdrace. Strategie is medium hard, maar ik denk dat we dat gewoon veranderen naar soft medium. Strategie is goed gezet. Neem een wat extra brandstof mee voor de race. Geen regen voorspeld, maar goed, dat is logisch in Qatar. En dan gaan we erom beginnen voor de formatieronde. Voor de hoofdrace hier voor aflevering nummer 29. Met Max op pole position. Wij dus op P2 starten op dezelfde band als Verstappen. Leclerc op medium, Perez op hard. Russell op de zachte band. Nu is het gewoon de banden en remmen op temperatuur brengen. We komen aan het einde van de formatieronde. En dan gaan we gewoon zometeen beginnen voor de hoofdrace. En dan komen we er prima in. En dan gaan we gewoon wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we ook gewoon beginnen voor de hoofdrace hier in Qatar. Aflevering nummer 29 gaat beginnen van F1 23. My Team Career wordt met onszelf op P2. Max op pole position. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen heel goed weg. Max begint er gelijk die binnenkant af te knijpen. Is mislukt en wij pakken de leiding af van onze landgenoot in de paar meters tijd. Goed gedaan. Nu is het proberen weg te rijden van Max, maar daar gaan we een beetje te wijd. Verstappen kon daar terugkomen, maar leek niet echt op een aanval uit. Daar gaan we een beetje te wijd. Max aan de binnenkant lukt helaas niet. En noteer een paars in sector 1. Goed gedaan. Ronde nummer 2 van de race. Als Verstappen nog steeds aan het kijken is aan de binnenkant. Lukt dat? Ja, dat lukt. Maar het is een touché met mijzelf en Verstappen. Voorvleugel van Max denk ik beschadigd geraakt. En hij moet naar binnen voor een nieuwe neus. Wij laten paars in sector 1 noteren. En Verstappen verliest daar al gelijk terrein bij ons in de bochten. Dus Max heeft downforce verlies door die kapotte voorvleugel. Gat is nu al meer dan 1,1 seconde. Wordt alsmaar groter totdat Verstappen naar binnen duikt. Ronde nummer 4 als Piastri naar ons is toegereden. Verstappen naar binnen gedoken rijdt helemaal achteraan op die medium band. En we zitten in ronde nummer 5 van de race. Piastri probeert het. Maar kan er niet voorbij. Om in ronde nummer 6 naar binnen te duiken stelt Mark Priestley voor. Piastri hier terugkruisend. Doet hij goed. Maar dan volgt hier die P2
binnenkant voor ons een duwe Piastri daar wijd. Russell naar P2. Verstappen rijdt helemaal achteraan. Russell probeerde het daar aan die binnenkant, lukte niet. En diezelfde Max rijdt de snelste raceronde van de race. Herhaling wat er zo net is gebeurd. Verstappen wou daar aanvallen, lukte ook. En het is Verstappen die op de curbstone terechtkomt, terugstuurt en tegen mijn auto aanrijdt. Daardoor een wing and plate beschadigd en moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. Heeft hij inmiddels ook gedaan, rijdt dus helemaal achteraan het veld op die medium band. Zitten we in ronde nummer 5, begin ronde nummer 6 als Russell nog steeds achter ons zit met de DRS. Kijkt hij naar de buitenkant, is ook gelukt en pakt de leiding af. Maar wij remmen wat later dan de Brit. En zo nog steeds P1 in handen. In ronde nummer 6 zegt de engineer, kom naar binnen voor een nieuwe setje banden. Naar de mediumband. Piastri kan daar helemaal niks, wordt daar geblokkeerd. Nog steeds aan de leiding in de grote prijs van Qatar. Gat naar Piastri is 3/10. We zitten inmiddels in ronde nummer 7 van de race. Als Piastri het daar probeert, aan de binnenkant, wordt daar geblokkeerd. En kan er niet langs. Touché met de Australier op de zijkant. Had niet verwacht dat Piastri daar nog zat. Maar blijkbaar wel probeert het hier aan de buitenkant. Maar komt daar ruimte tekort. Russell profiteert weer gelijk mee. En is naar P2 gegaan. Daar hebben we een flink moment overstuur op de exit. De banden gaan er ook aan. En we zitten in ronde nummer 8 van de race. Russell nog steeds een aanvallen doen op P2. Kan er niet voorbij. Norris naar P3. Russell kruist daar achterlangs terug. En kan het hier nogmaals proberen. Jazeker, maar verliest het op de exit. Nog steeds aan de leiding in ronde nummer 9. Gaan daar een beetje wijd. En Russell pakt die leiding af. Zij aan zij. En wij komen uit dat gevecht. Goed gedaan. Nu is het zometeen denk ik naar de pit lane rijden. Want die zachte banden gaan eraan. En jazeker, we duiken naar binnen in ronde nummer 9. Russell gaat de overcut proberen op ons. Krijgen de auto mooi afgeremd. Webber duikt ook mee naar binnen. Een dubbele pitstop voor het team. Mogen hier niet veel tijd verliezen. 2,3 een prima pitstop en komen mooi voor Norris weer de baan op. En vallen terug tot een P12. Perez is naar binnen gedoken en heeft de undercut gepleegd. Dus we moeten nu naar Perez toe zien te rijden. We zitten op de helft van de race, nog 10 rondes te gaan in de wedstrijd. Ronde nummer 11 is het alweer als het daar geel is in sector 1, omdat Lando Norris gaat uitvallen. Wij hebben trouwens de undercut gepleegd op Russell, dus dat is goed gelukt. Jammer van Norris die daar helaas uitvalt en 0 punten pakt voor McLaren. Geen idee waar Piastri rijdt. Enige overgebleven McLaren in de race. Herhaling wat er is gebeurd met Lando Norris. Pakt hij Russell wel mooi buitenom. Maar dan volgt daar het probleem. En is die in al actie voor niks geweest. Russell mag blij zijn. Norris is dus minder blij. Goed, dat is logisch. En pakt daar 0 punten voor McLaren. Pijnlijk voor hem. Pijnlijk voor de Mercedes motor. Ronde nummer 13 als daar Verstappen tegenkomen. Aan de binnenkant proberen, jazeker. En dat is gelukt op naar Sergio Perez die naar binnen is gedoken. Verstappen al
vroeg naar binnen gedoken vanwege die kapotte voorvleugel. Ronde nummer 14 is het alweer. Begin ronde nummer 15 van de race. Als we daar met DRS en overtake Perez proberen aan te vallen voor de leiding. En dat doen we ook. Jazeker, komen we van ver. En het is P1 in handen. Nu hopelijk wegrijden van de Mexicaan. Gat is 17e. Wordt nu weer kleiner. 2/10. Perez aan de binnenkant. Maar lukt daar net niet. Nog 5 rondes te gaan in de race. Gaan daar een beetje te wijd. En dat ziet Perez. Hier gaan we helaas veel te wijd. En Perez profiteert daarvan en pakt weer de leiding af. In de grote prijs van de Qatar. Wij weer doorverwezen naar een tweede positie. Proberen het daar wel misschien op de exit. Jazeker, en hebben daar een betere exit. Goed gedaan. Nog steeds de leiding in handen. Mooi gevecht met Perez. Zometeen volgt dat DRS-gedeelte wat Perez kan gebruiken. En wij gaan in besparingsstand van de overtake en gooien hier de overtakeknop aan. Maar we zijn kansloos tegenover de Red Bull. En hij vliegt ons gewoon voorbij in ronde nummer 16 van de race. We kunnen wel profiteren van de slipstream. Hier aan de buitenkant kijken bij Perez. Lukt niet. Dan terugkruisen misschien. Lukt ook niet. Dan hier aan de binnenkant kijken. Jazeker, er is genoeg ruimte. En zo pakken wij de leiding weer terug met nog 4 rondes te gaan in de race. Aan de binnenkant, Perez is er voorbij, maar moet die positie helaas opgeven aan ons. Er was geen ruimte meer en we zitten in de 17e ronde van de race als George Russell een aanval probeert te doen voor de leiding. Kan er niet langs. Behoudt, als het zo eindigt, zijn leiding in het klassement. Met nog 3 rondes te gaan in het seizoen. En dan gaan we ons opmaken voor seizoen 3. Maar eerst Russell zien af te stoppen. Probeert het daar wel. Aan de buitenkant dit keer. Lukt niet. Wij remmen als laatste van de twee. Pitwindow is open, maar we gaan dus niet naar binnen. Wat kan Russell hier proberen aan de binnenkant? En dat is een touché met de Brit in de Mercedes. Gaat er hard aan toe in Qatar. Gaat allemaal voor ons 26 belangrijke punten. Nog steeds de snelste raceronde in handen. En we zitten in ronde nummer 20. De laatste ronde loopt. Daar zit ook Hamilton voor P3. Is er voorbij. Perez teruggewezen tot een 4e positie. We stappen op P5. Hamilton weer terug naar P4. Perez pakt hem terug. Max, mede dankzij die vroege pitstop, weer teruggekomen in de race. Russell aan de buitenkant. Lukt niet. En wij nog steeds als snelste raceronde in handen. We gaan tot nu toe even in besparingsstand van de ERS. Om zometeen bij start-finish alles open te gooien. Ter verdediging. En dan komen we zometeen aan bij de laatste sector van de grote prijs. Nog steeds op P1 Russell achter ons. Gat is een halve seconde. Daarachter Lewis Hamilton op 16e. Perez en Verstappen volgen op 1,4 en 1 seconde. En we gaan de laatste sector alweer in van de grote prijs. Gat naar Russell is 14e. En gaan daar een beetje wijd. Maar komen hier bij start-finish. Wat kan Russell nog met die DRS? Komt nog heel dichtbij. Maar we trekken
gelukkig aan het langste eind. Winnen de grote prijs van Qatar. Goed gedaan en is het op naar de volgende wedstrijd. Dat is de race win, my friend. Well done. Fault the performance on track today, a well-deserved victory. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Nou, hier ben ik dus de uitleg van de wedstrijd. Wij winnen de hoofdrace. Goed gedaan. Hamilton en Russell pakken gelijke punten in het raceweekend. Verstappen van pole naar P5. Wij krijgen driver of the day. Goed gedaan. Mercedes is constructeurskampioen. We hebben er helaas van P10 naar P17. En 53 punten verschil naar Russell. We zouden nog theoretisch kans kunnen maken om die titel. Maar goed, dan wordt het wel heel erg vreselijk gaan lopen voor de twee Mercedes-rijders. Je weet maar nooit. We kunnen dus geen constructeurskampioen meer worden omdat Mercedes die heeft gepakt. En plus 6 voor mij, plus 2 voor Leclerc. Wat betekent 14 tegenover 7. Met nog 4 raceweekenden te gaan in de grote... De kalender dus. Team acclaim is ook gewoon goed. Van alle sponsoren de doelen behaald. $515.000 erbij. We hebben gegeven helaas $7.500 laten liggen. In totaal op de bank hebben wij nu $6.32 miljoen. Dus dat is goed om Webber zijn contract te gaan verlengen. Of een andere rijder misschien te gaan kiezen voor volgend seizoen. En daar komt dan bovenop nog het sponsorgeld erbij van het afgelopen seizoen. Maar goed, dat is allemaal voor het volgende seizoen dus. En dan ga ik deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloond dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer weeklessen, My Team, Kremend Content, elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Vorige week zondag helaas niet kunnen uploaden. Ik had het een beetje druk met werk en ja, ik besloot erom heel laat deze video op te nemen. Dus vandaar dat er vorige week maar 1 video online kwam. Goed, volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.